Rob Diederen. Ik heb een akkerbouwbedrijf samen met mijn ouders in Geleen. Wij verbouwen als hoofdteelte broogerst, speld en suikerbieten. En daarnaast doen we eigenlijk nog speldpellen. En dat is eigenlijk een stap waarbij de speldkaf gescheiden wordt van de korrel, voordat hij dan naar de molen gaat, waar hij dan weer gemalen wordt als meel. We zijn hier vandaag in Geleen op ons akkerbouwbedrijf, waar we samen met de telers van Trilligran, Gulpner en De Wur verschillende proeven in de velden gaan bekijken. Die zijn tijdens het zaaien uitgezet. Verschillende bemestingen hebben plaatsgevonden, verschillende bespuitingen hebben plaatsgevonden op die gewassen. Uiteindelijk gaan we nu samen ter plaatse kijken wat de uitslagen zijn van, of de uitkomsten zijn van die proeven hier in het veld. Ik ben Bas Jacob, ben de brouwmeester van Gulpner. Werk 4 jaar nu bij Gulpner. En ik ben verantwoordelijk voor de productie, voor de recepten. Onder andere het contactpersoon voor de telers. Dus ik regel met de telers hoeveel we gaan telen, de aantallen, wanneer het geoogst kan worden. Of ja, dat bepaalt de teler eigenlijk zelf, maar wanneer het naar de mouterij gaat. En dat we in ieder geval goed bier van kunnen brouwen. We werken al heel lang met de telers. We vinden het heel belangrijk waar onze grondstoffen vandaan komen. Als je het vergelijkt met andere brouwers, die kopen in op de wereldmarkt. En wij hebben een 25-tal telers bij Trilligran zitten. We hebben nauw contact mee. En ook zo'n dag als vandaag is heel mooi om te zien. Ook rassenproeven, om te kijken hoe het graan erbij staat. Graan is een mooi gewas dat zorgt voor een gevarieerd landschap. Het graan bedekt de akker eerder dan andere gewassen en daardoor zorgt het voor meer gevarieerdheid in het landschap en het afstroomgebied en zorgt het voor vertraagde afvoer van water. Het is echter ook bekend dat granen minder opbrengen dan andere gewassen, zoals bijvoorbeeld uien, bieten of aardappelen. Het is mooi om te zien dat er lokale initiatieven zijn die meer waarde creëren voor deze gewassen. En de lokale samenwerking die zorgt voor een gevarieerd landschap en een betere waterhuishouding. Ja, waarom is graan belangrijk in een bouwplan? Ik denk graan is een rustgewas eigenlijk, zoals gezegd wordt. Ik denk is het voor de verbetering van de bodemkwaliteit, de structuur wordt verbeterd, waterhuishouding wordt eigenlijk verbeterd met granen. En dan komt die grond tot rust. Ik denk, graan is ook een maaigewas. Dat betekent dat we boven de grond het gewas maaien. En niet in de grond zitten tijdens het oogsten van het gewas. En het voordeel wat graan heeft is dat het in de zomer weg is. En dat we dan voldoende ruimte hebben om nog een groenbemester te zaaien. En die kan dan volledig groeien en volledig geplant worden. En denk, dat samen, dat hele pakket, zorgt voor een betere bodem en structuur in de grond.